Yo, Close to You en Nice and Nasty. Straks meer nieuws over Close to You natuurlijk. En Mitch Dewar met If I Was. Tegenover mij zit Gilène van Nieuwenhuizen. Dat zeg ik helemaal goed. En jij belde gisteravond naar de BHO omdat jullie vanavond iets gaan doen met de peperbus. Ja, inderdaad. En begrepen. Wat voor klas zit jij? Of wat voor school zit jij? Laten we daar eens over hebben. Ik zit op het Roncalli. En, ja. En jij komt van? Waar woon je ergens? In de Heen. In de Heen. En dat ligt in? Tussen Steenbergen en Vosmeer. Dat is een hele trap, want ik neem aan dat je op de fiets gaat. Ja. Zo, wat voor klas zit je? In de tweede klas. In de tweede klas. Oh, dus nog geen examens en zo. Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Jullie gaan vanavond iets doen met de peperbus. Wat gaan jullie precies doen? Ja, we hebben dus op school hebben wij een popproject. Mm-hmm. En alle tweede klassen, dat zijn 6 groepen. Een popproject, wat moet ik mij erbij voorstellen? Iets met muziek neem ik aan. Ja, dan maken dus de 6 groepen. Ja. Van de tweede klas. Die maken ieder een eigen liedje. Met een promotieteam en een clip en zo. Mm-hmm. En dat wordt er volgende week vrijdag. Wordt, het beste liedje wordt dan gekozen. Want er mogen mensen stemmen en zo. Ja. En voor onze promotiestunt. Dat doen wij dus vanavond tussen 7 en 8. Ja. Op de Grote Markt. Gaan onze artiesten het liedje zingen. En dan komt er ook een spandoek te hangen op de peperbus. Kijk aan, dus een hele stunt zit erachter. Dus jullie doen een of ander popproject, dat is met muziek en clip erbij maken. Dat brengt al wat kosten met zich mee, lijkt mij. Of zie ik dat verkeerd? Dat worden allemaal kosten door de school? Ja, ik denk het wel. Dat denk je wel, ja. Wat gaan jullie dan precies doen vanavond? Kan je dat een beetje uitleggen? Ja, onze artiesten die gaan dus voor de peperbus gaan ze ons liedje zingen. Ja. En dat wordt begeleid door het carillon. Jij zegt onze artiesten, de artiesten van de school, de leerlingen? Van onze groep. Ja. En dat zijn vier artiesten. Mm-hmm. En dat zijn Marjolein Jacht, Marjolein de Bakker, Janneke van Huffel en Milou Heelkhuizen. Ja. En die gaan dus vanavond zingen onder begeleiding van het carillon. En wat is jouw taak in het geheel? Ja, ik ben directeur van onze groep. Directeur van jullie groep? Ja. Zo, dat is nogal wel een functie. En dan, jullie doen vanavond dan een soort van promotie. En dan? Hoe laat begint het? Het begint tussen 7 en 8 ongeveer. Mm-hmm. Ja. En we hopen dat er veel mensen naar gaan kijken en dat ze dan volgende week vrijdag op ons gaan stemmen. En hoe gaat dat stemmen dan in zijn werk? Want er zijn een aantal groepen, zeg maar. Jullie doen dit en een andere groep doet weer iets anders. Hoe gaat dat dan weer in zijn werk? De leerlingen van de scholen gaan stemmen van het Roncalli? Ja, de leerlingen gaan stemmen en de ouders en zo, die komen kijken. Die mogen ook gaan stemmen. Mm-hmm. En ook nog broertjes en zusjes en iedereen die er komt kijken op die avond. Ja, maar ook andere leerlingen van het Rijks en zo. Of is het alleen maar van het Roncalli af? Ja, het is van het Roncalli af. Aha. Maar ik denk als je iemand meeneemt dat wel mag. Dat wel mag, ja. Het begint vanavond, kan je dat nog een keer zeggen, om 7 uur, zei je? Ja, tussen 7 en 8. Tussen 7 en 8 op de Grote Markt, en dan kan je het gaan zien. En je hebt ook een bandje meegenomen, heb ik begrepen, waar het liedje zeg maar op staat. Ja. Ik ga even aan mijn technicus vragen of hij het wil gaan draaien. En dan praten we zo eventjes verder. Niet alleen in mijn dromen, al duurt het.
het eeuwenlang. Die tijd zal nog wel komen. Weet niet wat je doet, weet niet wat het is. Weet echt niet waarom, weet alleen dat ik je mis. Denk alleen aan jou, dromen elke nacht. Ik heb je nooit gezien, maar je hebt me in je macht. We hebben hem eventjes kunnen horen. En terwijl was ik eventjes verder aan het babbelen. Nou, jullie gaan vanavond dat liedje opvoeren. Dan volgende week kan er gestemd worden. Er zijn nog een aantal groepen die meedoen uit jullie klas, is dat? Nee, er zijn dus andere klassen. Ja. Uit de tweede klas. En die maken dus, iedere groep maakt voor zichzelf een liedje. En iedere groep heeft dus één artiest of meerdere. Mm-hmm. En die gaan het dus zingen. En andere mensen die gaan dus de clip maken en de promoten. Het is in feite een heel clubje, zeg maar. Ja. En beginnen jullie daar aan het begin van het schooljaar al mee? Ja, we beginnen ongeveer met de herfst begonnen we daaraan in de tweede klas. Aha. En uit hoeveel personen bestaat zo'n club dan? Want jij bent directeur, zeg je. Er zijn vier meiden, zei je, die zingen. En de clip maken. Hoeveel personen zijn daarbij betrokken? Ja, van de clip zijn er een stuk of acht of zo. En dan van de make-up en zo ook nog een paar. Nou, alle leerlingen die in jullie klas zitten, in jullie klas, zeg maar, die hebben ook muziek. Ja. En die doen er ook al mee? Ja, die doen er allemaal aan mee. Nou, het is verplicht om mee te doen, in feite. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja. Ah, ja. We gaan vanavond bekijken op de Grote Markt. En ik moet vanavond toch nog even de stad en dan kom ik wel eventjes kijken. En hopen dat jullie gaan winnen natuurlijk. Ja. Bedankt voor het interview. En wij gaan verder met volgens mij Going to the Bank van de Commodores.